honderden jonge moslims niet meer in toom te houden. Ze stormden door de binnenstad richting Scheldekaaien. Onze cameraman kreeg een karate-stamp in de onderrug. Op de kaaien is onze klankvrouw dan door een tiental jongeren omvergelopen. Jongeren liepen over auto's. De mensen in de auto's verkrampten van schrik. Onderweg sneuvelde hier en daar een autospiegel, maar ook een autoruit. Bloempotten werden vernield, maar dat filmen konden de amokmakers niet hebben. De politie probeerde met een fietscordon jongeren tegen te houden die oprukten naar de winkelstraat Meir, maar dat lukte niet. Vrij laat verscheen de oproerpolitie in de straten. Die moest natuurlijk kiezen tussen afwachten en onmiddellijk ingrijpen.